Renate Wouden, 9 november 1949, Paramaribo. Vakbondsleider, voorvechter rechten vrouwen en seniorenburgers. Renate Carmelita Wouden Bugwandas begon in 1968 een loopbaan in het onderwijs. Ze was hoofd van de basisscholen Pomona, 1980 tot 1981, en Blauwgrond, 1981 tot 1995, en actief in de onderwijsvakbeweging. Wouden volgde verschillende kadertrainingen van de Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname. Van 1984 tot 1990 was ze bestuurslid van de Surinaamse Onderwijzersbond en van 1990 tot 1996 secretaris. Sinds 1984 was Wouden lid van de Nationale Vrouwenbeweging NVB. Vanaf 1992 was ze kaderlid en van 2001 tot 2010 onderdirecteur personeelszaken en coördinator capaciteitsversterking vrouwenorganisaties. Ze is medeoprichter van Stichting Ilse Henaar Hiewiet, juridische bijstand voor vrouwen 2002 en was actief betrokken bij de organisatie van de populaire Women in Business beurzen van de NVB, 1996 tot 2004. In 2015 werd Wouden voorzitter van de in 1984 opgerichte Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst. Ze is een geduchte en welbespraakte onderhandelaar die gedaan kreeg dat de overheidsverplichtingen jegens de gepensioneerde ambtenaren nauwgezet nagekomen werden. Organiseer je. Begin met een bond van gepensioneerden waar je ook bent. En je kan altijd bij BBGO terecht voor begeleiding en voor advies. Maar doe dat, anders zal je als gepensioneerde ver en ver en ver achterblijven. Want niemand zal iets doen aan je financiële situatie en ook aan je gezondheidssituatie. Dus organiseer je. Wouden werd benoemd tot officier in de Ereorde van de Palm in 2018. En onderscheiden met de European Union Delegation for Suriname Human Rights Award 2021.